We zijn hier voor kasteel Loevestein. Dat is het kasteel waar Hugo de Groot in gevangen zat. Van 5 juni 1619 tot 22 maart 1621. En dan ga ik nu vertellen hoe Hugo was ontsnapt. Hugo zat hier met zijn vrouw Maria en zijn kinderen. Zat hier staatsgevangenis toen. Zat hij met zijn vrouw en zijn kinderen. Hij had hier helemaal niks te doen, want hij mocht niet naar buiten. Hij kreeg slecht te eten. Hij was vaak ziek omdat hij niet naar buiten kon, geen frisse lucht. Dus, maar dan mocht zijn dochter komen. Maar het liefst wilde hij ze studeren, lezen en schrijven. Maar hij had dus geen boeken. Maar vrienden uit Leiden, die zorgden ervoor dat hij boeken kreeg. En die werden vanuit Leiden in een boekenkist naar Gorkum gestuurd, waar die met een bootje werd opgehaald door de soldaten. Maria ging soms mee met de soldaten om de boeken op te halen, want zij waren dus niet echt officieel hier gevangen. Dus ging zij soms mee en ze merkte dat de boekenkist bijna niet meer gecontroleerd werd. Dus ze dacht, als Hugo nou 1,5 uur in de kist blijft zitten, dan kan hij ontsnappen. Dus toen ze terugkwamen, had Maria dat verteld aan Hugo. En Hugo zei, nee, dat doe ik niet, het is veel te gevaarlijk, veel te riskant. En Maria bleef doordrammen, dus ging Hugo het toch doen. Hij bleef eerst kort in de kist zitten en daarna steeds langer. Toen hij dacht dat hij het 1,5 uur vol kon houden, toen was hij er klaar voor. De volgende dag stond hij en Maria vroeg op. Ze pakte boeken uit de kist. En die legde zijn bed zodat het leek alsof Hugo sliep. En Hugo ging zo licht mogelijk gekleed in de kist. En de ochtend kwamen die soldaten de kist ophalen. En brachten die naar Gorkum. Het was een hele geschikte dag om te ontsnappen. Want de slotcommandant die was weg. Het was Pasen. Die was weggegaan. En in Gorkum was er een markt met een kermis. Dus het was daar heel erg druk. Het was heel goed om te ontsnappen. Dus Hugo ging in de kist zitten. De soldaten namen hem mee. Toen ze in Gorkum aankwamen, toen gingen de soldaten naar de markt. Hugo stapte uit de kist en pakte wat kleding mee. Die trok hij aan en toen vluchtte hij weg.